Hey, hallo en welkom op de boerderij. Het is al bijna ochtend. Zullen we samen de dieren wakker maken? Wakker worden allemaal. Tijd om op te staan. Hallo, lieve haan. Wat zegt de haan? Kukkelekukkelekuu, zegt de haan. Eén haan. Hallo, lieve kippen. Wakker worden allemaal. Wat zegt de kip? Tok, 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 zegt de kip. Eén, twee, twee kippen. Hallo, lieve schapen. Tijd om op te staan. Wakker worden. Wat zegt het schaap? Bè, bè, zegt het schaap. Eén, twee, drie. Drie schapen. Hallo, lieve eend. Tijd om wakker te worden. Wat zegt de eend? Kwaak, kwaak, zegt de eend. Eén, twee, drie, vier. Vier eenden. Hallo, lieve varkens. Tijd om op te staan. Wat zegt het varken? Knor, knor, zegt het varken. Eén. Twee, drie, vier, vijf. Vijf varkens. Hallo, lieve poes. Wat zegt de poes? Miauw, miauw, zegt de poes. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Zes poesen. Hallo, lief paard. Tijd om op te staan.
Wat zegt het paard? Hihi, zegt het paard. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Zeven paarden. Hallo, lieve ganzen. Opstaan, iedereen. Wat zegt de gans? Gak, gak, zegt de gans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ganzen. Hallo, mooie tractor. Wat zegt de tractor? Vroom, vroom, zegt de tractor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tractors. Hallo, lieve koeien. Tijd om op te staan. Wat zegt de koe? Boe, boe, zegt de koe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 koeien. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag! Tot de volgende keer! Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden. Dat doen we in deze dierentuin. We gaan eens kijken bij de dieren in het park. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de aap. Maar hoe ziet een aap er eigenlijk in het echt uit? Dit is een aap. Hij is lekker aan het smullen. Dag, aap. Hier zit een groot dier verstopt. Maar als je goed luistert naar het dierengeluid, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de olifant. Maar hoe ziet een olifant er eigenlijk in het echt uit? Dit is de olifant. Hij heeft een lange slurf en grote oren. Dag, olifant. We gaan verder met het volgende dierengeluid. Weer goed luisteren. Wie kan dat zijn? Goed geraden, het is de leeuw. Maar hoe ziet een leeuw er eigenlijk in het echt uit? Dit is een leeuw.
Deze leeuw past goed op de kleine leeuwtjes. Dag, leeuw! Het volgende dier zit verstopt. Eens luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de giraf. Maar hoe ziet een giraf er eigenlijk in het echt uit? Dit is een giraf. Hij heeft een hele lange nek. Zo kan hij goed bij de blaadjes. Dag, giraf! We gaan verder met het volgende dier dat verstopt zit. Raad je mee? Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de tijger. Maar hoe ziet een tijger er eigenlijk in het echt uit? Dit is een tijger. Hij kan heel goed grommen. Dag, tijger! Hier zit weer een dier verstopt. Goed luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de zebra. Maar hoe ziet een zebra er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn zebra's. Ze kunnen heel hard rennen. Dag, zebra's! We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Ja? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? De aap. Welk dier is dit? De olifant. Welk dier is dit? De leeuw. Welk dier is dit? De giraf. Welk dier is dit? De tijger. Welk dier is dit? De zebra. Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welk dier hoort. Knap van jou! Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer! Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden. Dat doen we op deze boerderij. We gaan eens kijken bij de dieren in de schuur. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is het varken. Maar hoe ziet een varken er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn twee varkens. Ze zijn mooi roze van kleur en erg lief.
Dag, varkens. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert naar het dierengeluid, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de haan. Maar hoe ziet een haan er eigenlijk in het echt uit? Dit is de haan. Hij woont samen met de kippen. Dag, haan! We gaan verder met het volgende dierengeluid. Weer goed luisteren. Wie kan dat zijn? Goed geraden, het is het schaap. Maar hoe ziet een schaap er eigenlijk in het echt uit? Dit is een schaap. Hij heeft een zachte vacht van wol. Dag, schaap! Het volgende dier zit alweer verstopt. Eens luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is het paard. Maar hoe ziet een paard er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn twee paarden. Het zijn hele grote dieren. Dag, paarden! Wij gaan verder met het volgende dier dat verstopt zit. Raad je mee? Wie kan dat zijn? Ja, precies, het is de eend. Maar hoe ziet een eend er eigenlijk in het echt uit? Dit is een eend. Hij kan heel erg goed zwemmen. Dag, eend! Hier zit een groot dier verstopt. Goed luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de koe. Maar hoe ziet een koe er eigenlijk in het echt uit? Dit is de koe. De koe geeft melk die wij drinken. Lekker hoor. Dag, koe. We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Ja? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? Het varken. Welk dier is dit? De haan. Welk dier is dit? Het schaap. Welk dier is dit? Het paard. Welk dier is dit? De eend. Welk dier is dit? De koe.
Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welk dier hoort. Knap van jou! Ik vond het erg leuk dat je er was en ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer! Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden. Dat doen we in deze dierentuin. We gaan eens kijken bij de dieren in het park. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de panda. Maar hoe ziet een panda er eigenlijk in het echt uit? Dit is een panda. Hij is een grote beer in de kleuren zwart en wit. Dag, panda! Hier zit een groot dier verstopt. Maar als je goed luistert naar het dierengeluid, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Heel goed. Het is het nijlpaard. Maar hoe ziet een nijlpaard er eigenlijk in het echt uit? Dit is het nijlpaard. Hij heeft grote honger en houdt van lekker eten. Dag, nijlpaard. We gaan verder met het volgende dierengeluid. Weer goed luisteren. Wie kan dat zijn? Goed geraden, het is de flamingo. Maar hoe ziet een flamingo er eigenlijk in het echt uit? Dit is een flamingo. Flamingo's hebben een mooie roze kleur. Dag, flamingo! Het volgende dier zit verstopt. Eens luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de krokodil. Maar hoe ziet een krokodil er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn twee krokodillen. Ze hebben een lange staart en houden van zwemmen. Dag, krokodil! We gaan verder met het volgende dier dat verstopt zit. Raad je mee? Wie kan dat zijn? Ja, precies, het is de beer. Maar hoe ziet een beer er eigenlijk in het echt uit? Dit is een beer. Hij is heel erg sterk. Dag, beer! Hier zit weer een dier verstopt. Goed luisteren naar het dierengeluid. Wie kan dat zijn? Heel goed, het is de wolf. Maar hoe ziet een wolf er eigenlijk in het echt uit? Dit is een wolf. Hij lijkt wel een beetje op een hond. Dag, wolf! We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Ja? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? De panda. Welk dier is dit? Het nijlpaard.
Welk dier is dit? De flamingo. Welk dier is dit? De krokodil. Welk dier is dit? De beer. Welk dier is dit? De wolf. Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welk dier hoort. Knap van jou! Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer! Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Welkom op de boerderij. Er zijn veel nieuwe dieren bijgekomen. Zullen we samen de dieren wakker maken? Wakker worden allemaal. Tijd om op te staan. Hallo, lieve duif. Wat zegt de duif? Roekoe, zegt de duif. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf. Elf duiven. Hallo, lieve geiten. Wakker worden allemaal. Wat zegt de geit? Mee, mee, zegt de geit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 geiten. Hallo, lieve ezel. Wat zegt de ezel? Ia, ia, zegt de ezel. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien. 13 ezels. Hallo, lieve vissen. Tijd om wakker te worden. Wat zegt de vis? Blub, blub. Zegt de vis. 1, 2, 3, 4, 5,
zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien. Veertien vissen. Hallo, lieve hond. Wat zegt de hond? Waf, waf, zegt de hond. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien. Vijftien honden. Hallo, lieve kuikens. Wat zegt het kuiken? Tweet, tweet, zegt het kuiken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kuikens. Hallo, lief konijn. Wat zegt het konijn? Snuf, snuf, zegt het konijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 konijnen. Hallo, mooie bij. Wat zegt de bij? Zoem, zoem, zegt de bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bijen. Hallo, lieve muis. Wat zegt de muis? Piep, piep, zegt de muis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
19 muizen. Hallo, leuke kalkoen. Wat zegt de kalkoen? Kloek, kloek, zegt de kalkoen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kalkoenen. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer.